Oh ja, mensen hebben me gevonden. Dus ik moet verhuizen. Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik ga echt niet verhuizen door een stelletje malloten die mij hebben gevonden. Het is net Kees en Kees. Ja, een vlodder referentie. Hallo mensen van Gamesplay, welkom bij een gloednieuwe video. Ja, we zijn weer met een nieuwe Minecraft video. Deze had eigenlijk gisteren online gemoeten. Denk niet dat ik dat voor elkaar krijg. Er is gewoon, ik had het gewoon eerder moeten opnemen, maar ja, ik ben druk. Nou ja, druk. Ik doe een hele hoop. Omdat, ja, ik ben vrij natuurlijk wegens thuisquarantaine. En ja, ik heb eigenlijk gewoon te veel dat ik wil doen. Ja, dat heb ik altijd hoor, maar nu kan ik het ook doen, dat is een beetje het probleem. Ja, ik heb een beetje al gedaan zo net, voordat ik ging opnemen. Ik heb een beetje dit verder gemaakt. Wat ik vandaag eigenlijk wil gaan doen is de tweede verdieping afmaken. En daarna wil ik bezig met koeien verzamelen. Nou zag ik daar zo net ergens een koe. Nu is die nu natuurlijk weer gespant. Zo. Oh wauw. Ik vergeet dat ik niet veel help was. Ik heb gewoon. Ja. Ja, ik ben gewoon dom bezig. Dat is toch. Ja, ik was dus zo net ook dood gegaan. En ik heb nog steeds lag. Ik wist niet eens dat je van een sprong van 4 hoog, dat je daarvan dood kon gaan. Maar ik was er net ook dood gegaan. Oké, dat was echt dom. Dit is nog redelijk te begrijpen, zeg maar. Dat vorige was gewoon echt dom. Dat was gewoon, ik ging in de nacht mijn. Dat is een Enderman, holy. Daar stond dus zo net een koe op die plaats van die Enderman. Ja, zie, daar staat de koe. En die moeten we meelokken. Oh, de Enderman. Ik ben bang voor die Enderman, man. En de koe gaat niet mee. Chill, maar niet heus. Kom op, koe. Kom op. Ik wou eigenlijk eerst dat ding, maar ik ben gewoon bang dat die koe die spant. Dus. En ik heb nog. Oké, dat werkt niet, want ik heb nog geen hok. Ja, dan doe ik hem eerst in mijn farm, denk ik maar. Hoe gaat die koe hier komen überhaupt? Ik denk niet dat dat lukt. En dat dat werkt. Ik denk dat we sowieso dit moeten doen. Dan kan die hier gewoon door. Kom maar, koetje. Kom maar. 2 uur later. Ja, dat heb ik wel altijd. Het gevoel met de koeien. Oh, dat duurt zo lang. Alleen ze moeten natuurlijk gras hebben. En dat wordt nog eventjes een dingetje. Ik kan het fixen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar, want wat ik natuurlijk gewoon kan doen is bijvoorbeeld dit weghalen. En dan gewoon een soort trappetje maken. Dan gaat het, als het goed is, het gras vanzelf mee. Dus dan doen we het. Dit is eerst wel goed. Eigenlijk is het te kort. Maar goed, ik moet echt voorzichtiger doen. Ik ben al 2 keer dood gegaan en ik ga gewoon. Oh, ik kan weer vanaf springen, joh. That's me, I guess. Zolang uiteindelijk maar gras komt, dan is het goed. Dan kunnen we ondertussen dit doen. Hiermee verder. En ik heb natuurlijk geen verhaaltjes, want ja, mijn verhaaltjes zijn op, want ik doe niks. Misschien moet ik eventjes. Ik heb 3. Ik wou ladders maken. Oké, even in het water springen. Dat is slim, Sander. Dan ga je niet dood en zo. Oh ja, mensen hebben me gevonden. Is op zich ook niet zo moeilijk, aangezien mijn video's letterlijk online staan. En daarmee kun je in principe achterhalen. Hey, hij woont daar. Maar ze hebben me wel gevonden. Dus ik moet verhuizen. Nee, natuurlijk niet, joh. Ik ga echt niet verhuizen door een stelletje malloten die mij hebben gevonden. No offense naar de Belgen. En als Suira was. Die mag mij vinden. Dat is een Nederlander. Oh, ik ben echt weer gemeen ook. Ik hou ervan. Ja, dat ben ik. Ik ben weer terug, jongens. Daarover gesproken, ik ben weer terug. Dit is dus een beetje wat ik miste. Ik lul nu gewoon een beetje. Best wel slap en zo. En het gaat gewoon goed. En dit mis ik een beetje bij de Indiana Jones serie. Dus ik heb toch besloten, ondanks dat ik de comments. Ja, er was 1 comment die zei, doe wat je wil. Nou, dat zal ik doen.
Ik denk dat het slimmer is om een Mario-serie te starten. En we kunnen altijd nog verder gaan met de Indiana Jones-serie. Alleen ik wil dan gewoon eventjes meer gespeeld hebben, zeg maar. Ik bedoel, ik heb er nu 0 van gespeeld. En ik wil dus gewoon dat ik er dat ik hem dan al heb gespeeld. Dat haalt de element of surprise wel een beetje weg. Maar dan wordt mijn commentaar veel leuker, denk ik. En ja, dat vind ik belangrijker dan de game die ik speel. Dat is weer zo'n raar dingetje van mij, hè. Ja, je moet toch iets, hè. Je moet of een leuke game spelen of zelf leuk zijn. Nou, dat zelf leuk zijn, dat gaat al niet. Maar ik ben wel leuker. Dus daar moeten we het maar voor doen. Wat ik ook zat te denken, we hebben nu een heleboel seeds. Ik heb natuurlijk niet zo'n grote farm. En ik heb wel een heleboel seeds. Dus wat we kunnen doen, is dat ik zo'n composter neerzet. Dit is niet wat ik zoek. Ik zoek gewoon ook. Dit is ook. Kijk. Holy damn, wat een boom. Zo'n boom heb ik nog nooit gezien. Ik heb wel grote bomen gezien, maar zo groot? Nee, volgens mij niet. Of toch wel? Nou, ik weet het niet gewoon. Daar komt het op neer. Volgens mij weet ik het niet. Maar dat hoeft ook niet. Zo belangrijk is zo'n boom ook niet. Of toch wel? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat die boom zo doet zo van... Jij weet niet meer of je eerder een boom zoals mij hebt gezien. Jij moet doden. Ik denk niet dat hij zo doet. Als hij dat wel zo doet... Dan was dit mijn laatste video. Bedankt voor het kijken naar mijn hele kanaal. Ik weet niet of ik alle dingetjes weg heb gehaald. Maar dat zien we vanzelf. Als de plaatjes die spannen, dan weten we dat. En ik deed weer... niet dus. Sander in de toekomst, zoom even in. Ja, je ziet nu al in de verte dat ik daar gewoon een dingetje heb laten vallen. Of laten vallen. Nee, dus juist niet. Laten zitten. Dat geeft op zich niet. Maar het is wel zo gewoon. Nou, dat blijft gewoon zo. Nou heb ik natuurlijk niet zoveel zand. Dus ik wil een beetje zuinig zijn met de ramen. En daarom zit ik nu eigenlijk te denken om dit gewoon vol te stouwen. Want hier kijk je toch tegen een berg aan. Het is niet het mooiste uitzicht. En daar heb je mooi de bomen van, hoe heet het? En je koetjes straks. De koetjes straks. En... hier heb je ook wel een mooi uitzicht. Dus ik denk dat ik dat dan doe, omdat we niet zoveel zand hebben. Ja, zie, ik heb nog 4 glas. Ik kan dat wel eventjes smelten. Ja, moet ik wel ook wat zand meenemen. Het schijnt wel, ja, ik heb wel een keer ergens gehoord dat dat, ja, makkelijk is. Ja, dus dat doen we maar. Oh, ik dacht even dat het blok of kool was. Ik denk al, heb ik zoveel? Nee. Nee, Sander. Het is een illusie. Oké, dan kunnen we binnenkort wel... Ik moet eigenlijk nog eventjes... Oké, we gaan nu niet op pad. Ik heb al niet zo heel veel brood natuurlijk. Ja, die farm die gaat gewoon niet sneller. Dat is een beetje het vervelende. Normaal heb ik een hele grote farm. En dan loot ik hem in één keer. Heb ik vet veel brood. En dan woep woep. Dus ja, dat. Oh ja, trouwens, dit is... Ja, vandaag neem ik dit op. Het is vandaag een zondag. Daarom had ik gisteren online moeten komen. Last Head Standing is een ding. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Maar kom goed, joh. Nee, ik weet niet precies wat het is. Maar ik moest me inschrijven voor 8 uur vanavond. Eén probleem. Ik weet niet waar de shopping district is. En daar moet je je inschrijven. Dus wat ik kan doen is gewoon naar Discord. Hey, van wie was dat? Van jou? Ja, ik wou me inschrijven. Maar ik ben te laat om naar het shopping district te komen. Of ik ga gewoon naar het shopping district. Alleen misschien dat ik dan de weg naar mijn huis niet terug weet. Wat we niet willen. Dus ja, ik moet nog even kijken hoe we dat gaan doen. Wat we nu gaan doen, aangezien we hebben dit dan soort van af. Eigenlijk niet echt, want we hebben dat nog. Maar ik ga eerst... Is er al gras? Er is wel gras op die ene. Dus ik moet nu gewoon echt op pad voor koeien. Want dat is heel handig. Wat ik trouwens ook nog heb. Ik weet nu niet of ik dat al verteld heb. Ik heb zoveel dingen in mijn hoofd, jongens. Ik heb een composter. En wat me wel slim lijkt, is om die straks ook neer te zetten. Want we hebben vet veel seeds. Ja, volgens mij heb ik dit eerder verteld. We hebben natuurlijk vet veel seeds, omdat ja, we dus niet zo'n grote farm hebben. En ja, dus die composter lijkt me wel handig. Het probleem is dat ik hier natuurlijk niet echt veel ruimte heb. Wat ik kan doen is hier zo. Holy, dat wou ik niet. Dan hebben we het gefixt. Yeah. Oké, nu hebben we 10 graan. Dat is mooi. Nou ja, in principe hoef je ze niet eens te geven. Misschien moeten we eerst eventjes fixen dat we boven gefixt hebben. Dan kan ik die alvast
naar boven leiden. Dat is wel handig. Ah, nu kan ik niet meer. Kan ik deze jump maken? Ik hoop het. Oh, het werkt. Ja, koe, je mag zo hier naartoe. Je hoeft niet te moeën. De koemoeder. Dat klinkt echt heel raar. De koe deed gewoon moe. Dat klinkt alweer heel kinderachtig. Ik bedoel gewoon, die koe moet de kop houden. Oké, dan hebben we daarna... Kunnen we bezig met de crafting table? Die ik al een hele tijd wil. De tweede heeft ook al gras. We gaan lekker. Kan ik misschien ook al die eerste weghalen? Ik heb ook eigenlijk helemaal niet gekeken of ik een deur in mijn chest heb zitten. Misschien wel. Dan ben ik echt dom bezig. Maar goed, jullie vragen je misschien af waarom ik zo druk ben. Waarom ik een tijdje niet meer heb opgenomen. Dat komt omdat ik met Milan heb ik natuurlijk een serie lopen. En daar hebben we best wel veel voor opgenomen. Nou zijn we al klaar met het opnemen van de serie. We hebben gewoon goed gebulkenkort, dus dat is chill. Ja, we zijn nu bezig met kijken van wat komt hierna, zeg maar. Dus ik weet zeker dat het leuk gaat worden, want ik vond het echt heel leuk. Ik ben echt heel trots op die video's. Ik vind dat echt leuke video's. Dus ja, daar ben ik gewoon heel druk mee. Voor de rest, school zit... Ja, kan ik weinig aan doen. Want school. Stage eigenlijk. Beide kan ik weinig aan doen in ieder geval. Oké, dan komen hier straks de koetjes. Bertha en... Bertha. Ja, koeien heten toch altijd Bertha. Dus hoezo zou ik ze niet Bertha noemen? Oké, ik heb een aantal sticks. Nu nog een aantal planks erbij maken. 5. Nou is dat misschien een beetje overdreven. Alhoewel... Ik denk niet haast. Nee, dat is niet overdreven. Ik denk dat we dat ook wel echt nodig gaan hebben. Ik hoorde een spin. Oh ja, die doen natuurlijk... Het is dag, Sander. Het is dag. Wel één probleempje is ook... Hoe ga ik ze erin krijgen? Oh, en we hebben geen... Oh, deze is sowieso te kort. Dat moet tot daar. Nou ja, dat kunnen we altijd nog fixen. Maar we hebben ook nog geen deur. Hier naartoe. We doen het anders. We breiden dit uit, denk ik. Uiteindelijk. Wacht even. Ik denk dat we hier een deur gaan doen. Zo, er naartoe. En dan maken we dit eraan vast, zeg maar. Zo. Als hier maar eenmaal het gras is, maar voordat dat gras hier is, dat duurt nog wel hem. Dus ik ga nu gewoon zoeken. Oh, het wordt wel nacht. Is niet het handig. Nee, dat is totaal niet handig. Ik zag al een creeper. Oh man. Zoals mensen zouden zeggen. Oh, dat was pro move. Ik hoop dat ik dat erin laat. Dat was echt... Ik dacht niet dat ik dat zou redden. Oh ja, ik wou slapen. Ik zat echt een solid 10 seconden gewoon in mijn chest te kijken met... Huh? Wat wil ik? Toen ik me besefte... Oh ja, ik wou slapen. Me in real life. Oké, ik zie weinig koeien. Wow, melons. Holy damn, ik wist niet eens dat je die hier kon vinden. En een cave. Nou ben ik... Ja, nu hebben we gewoon een strip mines. Dat is sowieso veel handiger. Maar... het is iets. Ik zit te denken. Ik heb echt... Toen ik begon, zeg maar eerste en tweede aflevering, zag ik volgens mij een heel groepje met koeien. En ik zit te denken waar ik die heb gezien. Daar is ook nog een zombie. Hoe kan het dat die zombie... Oh, laat maar. Hij staat wel in de fik. Ik dacht even dat hij niet in de fik stond. Pumpkins kun je hier ook vinden. Koeien kun je hier ook vinden. Yay. 2 cells. Dat zou echt chill zijn. Kom maar mee. Kom maar mee, koetjes. Kom maar mee. Ik heb een vriendje voor jullie. En jullie gaan daar heel leuk mee spelen. Ja, daar gaan jullie nog aardig wat lol mee hebben. Eigenlijk is het best wel raar. Want ik ga nu 3 koeien. En dan... Er komt sowieso incest eigenlijk. Als je er zo over nadenkt. Het is net Kees en Kees. Ja, een vlodder referentie. Ja, als je nog iets zoekt om te kijken, in plaats van deze kutvideo's van mij, raad ik je vlodder aan. Dat is tenminste wel leuk. Kom op. Hup. Go. Ik heb niet de hele dag de tijd. De aflevering is alweer bijna voorbij. Denk ik. Kom op. Hup. Hup. Go. Boys. Girls bedoel ik. Het zijn beide Bertha's namelijk. Deze weg. En dan... Kom maar. Ja, kom. Kom maar, poesje, kom maar. Het is geen poesje, maar... ben ik gewend.
Kom op. Hup. Go. Ja, ik zit nu een beetje mee. Dat ik... Oké. Ik heb een plan. Het plan is snel dichtmaken. En dan straks wel weer openmaken. Kom maar, koetje. Kom op. Hup. Let's go. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik ben al blij met 3 koeien. Maar nu kan ik ook geen genoegen meer nemen met 2. Dat is een beetje een dingetje. Past dat? Dat past ook gewoon. Oh, wauw. Hey, ik heb een plan. Wat nou? Al verschuiven we de farm naar boven. Ik denk dat dat handiger is. Ik denk dat ik dat ga doen. Maar dat ga ik doen offscreen. Dit was de aflevering voor vandaag. Vond je dit een leuke video? Doe nou dat blauwe duimpje omhoog. Zo niet, vertel je waarom. En dan zien we jullie de volgende keer. Laters.